Het is maandagochtend, ochtendspits, net zo'n beetje voorbij. En ja, nu sta ik bij een meneer. Ja, bij wie sta ik? Martin Veldhuis. Meneer Veldhuis, mag ik Martin zeggen? Ja, zeker. Martin, ik ben Robert. Robert en Martin, buurman. Nee, ik sta bij een hele mooie Ford Kuga. Ik vind het zelf een hele mooie auto, ja. Ik rijd zelf Ford natuurlijk, dat weten jullie zo langzamerhand wel. Nu gaat het niet om welke auto je rijdt, maar je kunt met elke auto pech krijgen. En ook met een jonge Kuga, dat kun je wel zien. Martin, wat is er gebeurd? Nou, ik wou vanmorgen starten. Ja. En ik kreeg een heel ratelend geluid. Oké. Okay. En ik kreeg hem niet aan de praat. Oké. Okay. En toen heb ik jullie gebeld. Ja. Nou, ratelend geluid. Ja, laat ik daar eens even naar gaan kijken wat er aan de hand is. Zo. 34.000 kilometer. Martin heeft er nog niet veel mee gereden. Goed, Kira's auto, sleutel ligt erin. Als ik de koppeling niet intrap en ik druk op de startknop, gaat alles mooi aan. Ik zie verder geen meldingen. Ik trap de koppeling in. En ja, het is net Windows, je start dan met de stopknop. Of je stopt dan met de startknop. Nou ja, laat ik maar gaan starten. Hij start heel lang. Zoals de Engelse Amerikanen zeggen, it's cranking, maar hij doet het niet. En nu gaat er een motorlampje branden. Hey. Dat deed hij net trouwens niet toen ik hem eerder startte. Voordat ik de opname ging maken. Ik moet natuurlijk wel weten wat er aan de hand is voordat ik ga filmen. De volgende stap, even ja, de auto gaan uitlezen. Onze welbekende dongel in de diagnoseaansluiting. Auto op contact. En ik ga eens even op mijn tablet kenteken invoeren en dan geeft hij automatisch wel weer wat voor type is en wat de storing is. Ja, hopelijk zit er een storing in. Net wat ik zeg, aan het begin ging de motorstoringslamp niet branden. Je start je een ongeluk, er gebeurt niks. En nu de laatste keer, net bij de opname, gaat hij wel branden. Dus ja, even kijken wat hij aangeeft. Diagnose. Electronic fuel injection. Oh ja. En we gaan even de auto uitlezen. Even bevestigen. Kijk eens, brandstofdruksensor, input te hoog. Uitlaatgastemperatuursensor, input te hoog. Zo op het oog zie ik er helemaal niets aan. Ik zal het nog één keer, of Martin, wil je hem nog één keer proberen te starten? Ja. Even kijken hoe die start, hoe die aanpakt. Ja, nog eens. Ja, oké, zet hem maar uit. De brandstofdruk input te hoog. Dit is een direct ingespoten benzinemotor. Misschien voor de oplettende kijker. Ik heb ooit in Frankrijk een Ford, volgens mij was het een Galaxy of een S-Max gehad. Met een defecte benzineinjector. Opbouw van de motor, dat was een 1600 EcoBoost, maar de opbouw van de motor is exact hetzelfde. Brandstofgalerij, brandstofdruksensor. Hier zie je sensor. En wat zie ik hier? Daar heeft weer zo'n vriendje met zo'n dikke vacht bij gezeten. Hier heeft weer een steermatter bij gezeten. Ondanks dat er zelfs een steermatter alarm op zit op de auto. Doorgebeten bedrading. Nou, dat is wel echt simpel. Hij geeft hem nog één meer aan. Maar ja, dat zit die uitlaatgastemperatuursensor. Maar die zit aan de achterzijde. Ik kom daar zo niet bij. Nou, we hebben hier drie draden. We hebben hier een blauwe draad, een bruine draad, een grijze draad. Dus dit is de fase, dit is de nuldraad. En, oh nee, dit is geen huiselektra, dit is gewoon auto-elektra.
Dan zul je zeggen, waarom start die auto nou zo moeilijk? Want hij slaat wel aan als je maar lang genoeg doorstart. Nou, hij meet dus, hij wil zijn brandstofdruk weten in de hoge drukgalerij. Je moet je rekenen bij een directe benzinemotor, eigenlijk qua werking exact hetzelfde als bij een dieselmotor. Die hoge druk heb je nodig om in te spuiten. En door middel van die hoge druk weet hij dus, je hebt die druk, je hebt dat volume, bij die temperatuur. Dan kun je dus een massabepaling doen van hoeveel die je inspuit. Een berekening. En omdat hij dus niet weet hoe hoog de druk is, gaat hij wel starten. Hij ziet dus dat er geen druk aanwezig is, of in ieder geval niet. Hij gaat dan gewoon eigenlijk op een lage druk inspuiten. Denk ik bij deze wel, vermoed ik. Er zijn ook merken die het andersom doen, die vol gaan inspuiten. En met die druk gaat hij gewoon, heeft hij waarschijnlijk ook minder vermogen. Je zult het niet zo goed merken bij de auto. Het is dus wel zo dat je er feitelijk voor nood mee kunt rijden. Hè? Dat is wel uniek bij deze auto's tegenwoordig. Hij heeft een storing, maar hij rijdt prima alleen je motorstoringslampje brand. Dus goed. Genoeg gepraat, lange reden koers te zinnen. Ik ga ze even aan elkaar maken. Kabeltjes aan elkaar en ik ben benieuwd hoe hij nu start. Perfect. Lampje brandt nog, uiteraard. EOBD-lampje verplicht dat ik blijf branden. Die ga ik even wissen. Daarvoor zet ik de auto wel even uit. En weer op contact. Even wissen, kijken wat hij dan aan gaat geven. Ik ga even controleren dat ik nu geen storing heb van de uitlaatgastemperatuur. Of er ook werkelijk uitlaatgastemperatuur aanwezig is. Ik vermoed dat die sensor van die uitlaatgastemperatuur, dat die gevoed wordt met dezelfde kabel als de druksensor. Wat je dan kunt krijgen is... hij heeft waarschijnlijk sluiting gemaakt en daardoor gaat die andere sensor ook krijgt hij als foutmelding input te hoog. Dus ik denk dat het daardoor komt, want ik kan verder niks zien aan de bedrading. Die bedrading loopt achterlangs de kop, kunt er slecht bij, maar de storing blijft weg. Dus ik doe het ervoor. Zo, dat was hem. Martin, voor je ervan? Ja, ik vind het prima. Hartstikke mooi. Ik ben er blij mee, hoor. Daar doe ik het voor. Ja. Goed, bedankt voor het kijken. Je kunt wel zien, weer een steenmatter die mij bijna op het verkeerde been zet. Maar het is weer gelukt. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao. Heb je wel eens een lampje en weet je niet wat het doet? Kun je gerust de wegenwacht bellen. Of kijk een van onze vlogs, daar komen de meeste ook in voor. En als je toch aan het kijken bent, kun je gelijkertijd abonneren.